Ik heb een plan. Kijk, dit is af. Dit, de motorblok van Ad, dat is poep. Daar kunnen we niks mee. We doen dit motorblok weg. Gooi er een ander motorblok onder. Eentje met knijter veel pk's. En dikke powerwheelers doet er zo. Wat allemaal twee takgeluiden is en gewoon bap. Nou ja, dat is het plan. Maar ja. Nou, vorige aflevering zaten we even te kutten met het lager van de truckas. Die is nou af. Hoppa. Gooi ik een deuk erin. En met de wieldrager, die is nou ook los. De muur die was een beetje stevig vastgerokt. Maar dat is nou los, dus dat scheelt. In deze aflevering krijg ik het blok testfitten onder de scooter. En verder schoonmaken. Dat is het grootste onderdeel van deze video waarschijnlijk. Ik zet even de twee blokhelften weer op elkaar. En die draai ik even een klein beetje vast. Om te kijken of ik het zeker weet dat dit blok daadwerkelijk onder die Honda Vision past. Nou, een beetje een kaal blokje. Ziet er wel mooi schoon uit vanaf hier in ieder geval. Nou, weer een herhaling van het kaart weer uit elkaar. Keer een keer eruit. Ja, hij is kapot, maar we gaan een nieuwe in, dus dat maakt niet uit. Tada! Pakking oppervlak schrapen. Alle oude pakking eraf halen. We gaan kijken wanneer we nieuwe dingen kunnen bestellen voor het blok. Dan kunnen we het blok weer in elkaar zetten. Voornamelijk de nieuwe krukaslagers. Daar moeten we even op wachten helaas. Maar ja, het is niet anders. Moet gebeuren. Wat ga ik natuurlijk wel eens dat we oude olie eruit halen. Als dat lukt, met één klauw zo. Ja. Dit is niet de aftrapport. Ik meen ervan wel, want er zat een ringetje tussen. Dan draai ik die andere even los. Nou is het dit. Lekker glad aan de zijkanten. Hier.
past bijna een pink doorheen. Het is niet heel groot, maar het is wel een stuk groter en beter dan dat het was. Ik verwacht niet dat ik er pk's bij krijg door dit te doen. Maar het was gewoon even een poging wagen en kijken of het überhaupt lukt. Jongens, kapotte cilinderkit, kapotte krugas. Een beeldseries wordt duur zo. We hebben echt iets van een sponsor of zo nodig. Ja. Goedemiddag. Dit is Jos Dijkman. Wilt u gratis spul? Hier, neem olie. Ja, lekker man. En nog meer olie. En hier, deze krukas, want we weten dat die van jou stuk is gegaan natuurlijk. Gunstig. Top. De originele dio-krukas is beschadigd geraakt tijdens het afhalen van het oude lager. De oude lager, de binnenkooi, was stuk. Dus die scheurde een stukje metaal mee van het lager. Hartstikke diepe kras erin. De originele krukas heb ik hier, die heb ik geprobeerd te redden. Maar ik ben naar een motorzaak gegaan en gevraagd, kunnen jullie even in de draaibank kijken wat je ermee kan. En op zich is het wel weer mooi vlak. Ja, op zich is het hartstikke prima vlak geworden. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk en aardig, maar... Ik kan gewoon nieuw krijgen. Oh ja, hier zitten lagers op, omdat ik me verveelde en ik er al lagers op gedaan heb. En toen bleek het dat ik een nieuwe krukas kreeg, dus ik heb geen zin om ze nou weer af te halen. Wat hebben wij hier? Even kijken hoe dat ding eruit ziet. Kijken of hij dezelfde lengte drijfstang heeft. Aha. Mooi spul. Er zit ook een naaldlagertje bij. Donders. Dat is nog een kruk aan. Nou, ik had eerst NTN lagers. Ik weet niet precies meer welke, maar ik heb nu top performance Piaggio lagers. Die schijnen gewoon een stuk beter te zijn. Volgens mij waren dat ook C2 lagers. Die hadden minder speling in de lagerkooi, waardoor ze, wanneer ze warm worden, is het dus slechter voor het blok, want die slijten meer. Deze hebben meer speling, dus die kunnen meer hitte aan. Daardoor werkt het beter voor high performance, hoge toeren. Je kunt wel heel overduidelijk zien, dit is een hele ruwe drijfstang. Heel dun en best kut eigenlijk. En deze, mooi glad. Ja, hier een grote oliekanaal voor de big end. Deze heeft dat nauwelijks. Van de hele rond van de drijfstang is die dat nauwelijks. Deze heeft dat flink. En, zelfs beide zijden. Iets wat ook enorm geholpen heeft bij het betalen van al dit spul. Zijn de sleutellangers. Kijk hoe cool ze zijn. Een Honda sleuteltje. Ze zijn net zo groot als de stickers, zeg maar. En ze zijn rubber, PVC-achtig.
heb een tijdje geleden dit setje gekocht via AliExpress. Dit is een V-membraan setje waar een grote carburateur op kan passen. En 21 mm in dit geval. Het, in principe ziet het er heel stoer uit natuurlijk, maar kwalitatief is het gewoon stront. En dan het voordeel aan AliExpress is dat het goedkoop is en het ziet er acceptabel uit. Maar het nadeel is dat het eigenlijk best wel stront is. Om met dit soort producten van AliExpress te werken, ze zijn goedkoop. En voor dat geld heb je een soort van basis, je hebt in dit geval een basisvorm van een inlaat. En dit is gewoon hele slechte kwaliteit. Dan moet je zelf nog bewerken om goed te maken. Hier sta ik even naast de glazen deur. Glas is absoluut vlak. Daardoor kun je er goed mee werken met dit soort dingen. Want dit materiaal is niet helemaal vlak. Dat kan ik bewijzen door het op het glas te drukken. En dan, als je hem heen en weer kan bewegen, betekent dat hij niet vlak is. En in dit geval kan ik hem zijdelings zo diagonaal een beetje wiggelen. Dat betekent dat dit oppervlak niet vlak is en daardoor zal dit kunnen gaan lekken. Dit is wel een cruciaal deel van een inlaat, dat er geen vals lucht naar binnen komt. Dan hebben we dit onderdeel, hetzelfde principe. Dit is al een stuk beter, maar nog steeds niet voldoende. Ja, tussen al deze dingen komt in principe een soort van kartonnen kurkachtige pakking, maar ja, dat is nooit voldoende om dit daadwerkelijk goed af te sluiten. En is zo'n ding van AliExpress nou beter dan origineel? Ik denk het niet. Ik ga er niet van uit, vooral niet omdat als het hier overal valse lucht vandaan trekt, dan kun je hem nooit afstellen, want dan zal hij altijd beroerd lopen. En dan vraag je je misschien af, maar Patrick, hoe kan ik dan wel zorgen dat mijn inlaatoppervlakken glad worden? Nou, daar heb ik een oplossing voor. Dan moet je een glasplaat neerleggen of een spiegel of iets in die richting. Daar plop je wat schuurpapier op en dan ga je dit doen. Net zolang totdat het wel glad is. Omdat ik geen glasplaat in mijn beschikking heb nu en ik geen zin heb om daar tegen de deur aan te gaan schuren met schuurpapier, doe ik het gewoon op deze manier op mijn werkbank, want mijn werkbank is gelakt. En dat is ook wel vlak genoeg voor mijn doen. Het ziet er al wat beter uit. Ik ga ervan uit dat deze de ergste boosdoener was, want na een beetje schuren was dit wel heel erg vlak. En deze ook wel. Maar deze, die begon alleen op de randjes te schuren. En heel onregelmatig. Dus ja, misschien is het goed te zien, misschien ook weer niet. Maar dit is poep, dit is al een stukje beter. Deze net zo. Dit is vlak. Dit is vlak, dit is poep. Wat mij ineens opviel is dit chrome laagje. Dat is hartstikke leuk en aardig en zo. Het ziet er leuk uit, maar hier bladdert het al af. En als dan de buitenkant hier eraf bladdert, dan vind ik dat niet zo'n probleem. Maar, oké, in dit geval niet bij deze. Maar bij deze zit het ook aan de binnenkant, die chrome beplating. En als dat allemaal afbladdert tijdens het rijden, dan komt dat allemaal in je blok. Dus ik ga even kijken of ik dat ook kan weghalen met een staalborstel of zo. Misschien wel. Dat gewoon preventief, dat het niet straks al die chrome beplating zo in mijn blok zit. Het zou zonde zijn. Nou, dat gaat dus minder goed dan ik had gehoopt. Ja, ik krijg het er niet zo makkelijk af dus. Je zult misschien denken, maar Patrick, waarom zet je hem niet alvast in elkaar? Je hebt een krukas, je hebt twee kartenhelften en je hebt lagers. Waarom doe je dat niet alvast bij elkaar? Dit blokje moet nog aangepast worden. Er zit een boostport die veel groter is dan deze originele boostport. Zit er in de cilinderkit. Dus die moet nog aangepast worden, maar dat kan ik pas doen wanneer ik de cilinderkit ontvangen heb en hem daadwerkelijk in de handen heb. Zo, dan kan ik hem weer opzetten, kan ik meten, kan ik dingen doen. Ik wil in deze aflevering Jos Dijkman bedanken voor de krukas en twee flesjes olie. Als je Jos Dijkman nog niet kent, het is een scooter- en brommerzaak in Lemelenveld. Lemelenveld zit daar ongeveer. Ze hebben een paar jaar geleden zo'n beetje ook de grootste brommermeeting ooit georganiseerd. Daar was ik ook bij, daar hebben we ook een filmpje van trouwens. Nu hebben ze dus onze krukas ingegeven, zodat we dit project tot een next level kunnen krijgen en niet een vliegende drijfstang eindigen.
Hopelijk niet, in ieder geval. Misschien gebeurt het nog steeds wel. Ik weet het niet. We zien hoe het loopt. Dit is het dus. Ik verzamel hier al onderdelen wanneer ze binnenkomen.